Mooi gedaan hoor, hé. Ik ben blij dat ik hier de 2 weken 50 word hoor, hé. Jongen, wat een verrassing allemaal. Prachtig, prachtig. Dankjewel. Prachtig. Mooi hoor. Wil je een fotootje maken? We kunnen de camera 50, dat wil je ook nog constateren. Wij kunnen het publiek gebeuren, de Nederlandse voetbal, dat we de 50 jaar bestaan, en onze publiek ook 50 jaar bestaan. Wij hebben jonge haar gestopt, omdat wij ook de jonge haar hebben. Wij vonden het even een raad van de Olympische. Maar ik heb nog iets hoor. Dit is het publiek. Deze bos. In die verre. Is voor je vrouw. Dankjewel. Want die naam is zo vaak. Dit is steeds een beetje iets wat er is. Dat is wel heel erg leuk. Die naam is vrij bestaat als een soort van soort van hulp van het is. Wij hebben de vrouw die wel als terug. Echt, ja, jullie moeten nu ook maar ophouden, geloof ik, anders dan krijg ik dan last van de emoties op. Oké, dankjewel, het is geweldig. Ja, dat moet ook. Oh. Jij hebt altijd zo'n ik zie hier altijd zo'n vrouw in de staat. In de zaak. Bikini, tamelijk schaars gekleed. Ik ben hier heel blij mee en ik zal er naar vaker kijken. ik mag er niet aankomen, denk van die adem, maar prachtig mooi hoor. Maar ik moet zeggen, ik moet een andere dag bij je zeggen. Ja, dat is niet verkeerd. Ik denk dat je ook wel vind je ook mooi. Vind je ook mooi. Hier hebben we ook wat. Jij bent gek op vis eten. Gaan we vanmiddag ook als het goed is. Vis eten, wat leuk. Hè. Maar dit is voor jou, Diana, zodat jullie samen gezellig, even zonder kindertjes, daarvan kunnen genieten. En we baken met een pas op eten. Dankjewel. Weet je wat het is? Van het Bokpaleis. Ik zal het even uitpakken. Hartstikke mooi. Oh, prachtig. Bokpaleis Friesland. Ontdek de wereld. Prachtig mooi. Twee keer hoor. We zijn er bijna. Je weet dat Apel en Kool op een kostenschoen. Ja. Op een gegeven moment weet hij waar hij vandaan komt. Jij kent ook de spreuk van mosterd naar de maaltijd. Ja. Weet jij eigenlijk wel wat dat is? Nee, weet ik niet. Vertel het maar. Nou, mosterd naar de maaltijd was overal 1700.
gingen mensen al zwaar vet eten. En dan stond ik uit de grond bereikt, vergeten was. Daar ben ik een vrouw, die vaak uit de grond borst. En dan kreeg ik iedereen van een borst en die borst. En waarom brengen ze dat? Dat is vet absorberen. Dat is wisselend bij mij hoor, dat is soms wel en soms niet. Oké, ja. Nou, alsjeblieft. Dikkie. Nog een dwarsje. Oh, en jullie wisten er allemaal, van? Dat is wel de bedoeling. Oh, God. Dat zit daarin. Dat is de vraag. Een enorme pot mosterd. Klein beetje mosterd, hè? Fantastisch. En dan moet ik nog wat zeggen. Dit zijn de mensen die allemaal hebben rondgewerkt. Met deze hof en alle andere regelingen. Je ziet een beetje hoe we dat doen. Ik heb een beetje van rekening. Ja. Maar dit zijn alle mensen. Kijk, wat hier staat. Even Dovo. Ja, leuk, die mensen hier. Ja. Geweldig. Je hebt een spontaan meegedaan. Geweldig, wat leuk. Nou. En ik hoop dat jij de regelaar van ons wilt zijn. Dank je, grote kaart. Ja, maar je nam het zo goed. Ik ben hartstikke trots op dat ik hier mag staan. En je bent allemaal lieve schatten bij elkaar. Yes, en we gaan er even doen. Tot morgen, hè. Klasse. Het is hier zo gelukkig. Ik ga maar gewoon naar de oorlog. Ik ben hier 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 gewoon naar de oorlog. De hal van je. De hele zijde, hè? De hele zijde.